voorbekeuren. 76 hier. Keuren binnen de norm. Nou, je moet in principe 3 meten, je doet er 2 om er zeker van te zijn dat het in orde is. En 76. Ik kan zo rijden. Dat is dit voor nu. Ja, ja, oké. Okay. Nou ja, het komt op zich allemaal overeen, dus dat is geen probleem. Ja, dan kan ik me ook wel voorstellen dat ze zeggen van, nou, we hebben geen origineel papier. Ik denk dat ze niet meer in moet, dat ze nooit meer terug. Dat denk ik ook. Ja, maar dit is gewoon een bewijs daar. Ja, precies. Ja, inademen, in één lange teug uitblazen, dat had ik stop zeg. Blazen, 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 blazen. Ja, ach, dat was hem al. Ja, helemaal in orde. Pas. U mag van mij weer doorrijden. Komen we daar in principe komen we daar niet. Nee. Kijk, we willen naar de goede kaart zien. Hè? Ja, en je kenteken. Kenteken van de auto en uw rijbewijskaart. Oh ja. Omroep Brabant. Oh. Ja. Dankjewel. Oh, het kentekenbewijs, oké. Dus goed, zitten we hier ook even. Niet zenuwachtig worden, want de camera erbij staat. Moet je niet zenuwachtig worden. Ik zie mijn collega er al een zoontje van heeft. Ja. Troep in, niet thuis doen. Maar dit is ik moment. Zie wat de APK-keuring is bewijs, daar wil ik ook graag even zien. Ja. Ik weet niet of het een goede is. Hier nog een juli... Nee. Staat waarom wij deze controleacties houden. Dat is in verband met de black spots in de regio. En deze weg is een van de black spots die we hebben. Waar dus veel ongevallen met letsel gebeuren. Als je weet dat er per dag 3 doden in het verkeer vallen en 300 gewonden in Nederland. Dan willen wij de aandacht besteden aan die black spots. En dit is er een van deze weg. Dan mag ik u hartelijk danken voor uw medewerking. Ja. En u een prettige dag verder toe eens. Het is gelijk. Goeie reis.